Dit is Kim. Ze werkt al 5 jaar op de poetsafdeling in een vakantiepark in het noorden van België. Kim houdt van haar job en vindt het fijn om op een digitale manier te werken. Dit zijn de bungalows die ik vandaag moet poetsen. Die staan allemaal op emmertje. Ik kijk op bungalow 510, die ga ik eerst doen. Dus 1 keukenpakket binnenbrengen, 8 lakens en 8 keer opgemaakte bedden. Dus wij hebben eerst een cursus gehad, zijn we allemaal samengekomen. Dus dat we echt hebben kunnen zien van hoe werkt het en waaruit vertrekken we. Maar het wijst eigenlijk zijn eigen, dus het is niet een heel ingewikkeld programma. Ja. Ik vind het wel vrij snel. Allee, je kunt meteen kijken van oh, deze moet ik doen vandaag. Kom ik in een bungalow binnen en er mankeert iets of er ontbreekt iets, kan ik eigenlijk ook meteen een melding maken. Dus dat gaat meteen naar de LCP en dan is de communicatie sneller. Ja. Mijn units, dus hier staat het bungalownummer in. Deze kraam die lekt, dus daar wil ik een melding van maken. Start melding. Kan ik kiezen uit wat voor melding dat het is, een technische melding. Waar is de technische melding? Hier in de keuken. Dus dat komt hier te staan. En de omschrijving. Kraan is lek. Of lekt, ja, dat zien ze wel. Dan ga ik naar beneden. Kan ik een foto maken. Zo. Oké. En dan... Nu verzenden. Ja. Dus hij is nu bezig en het is verzonden. Komt hier te staan, keuken. Dus hij krijgt nu de technische dienst al aan. Deze bungalow is nu gepoetst, de 510. Dus nu gaat hij eigenlijk van schoonmaakemmertje, mag hij naar controleren gaan. Dus dat de controle kan gebeuren. En het is weg. Zo, ik heb gezien dat de 510 op oogsten, op control staan. Ik heb mijn controle in de bungalow gedaan. Ik heb gezien dat dat een melding was voor de keuken, voor de technische dienst, dat de kraan is lek. Ik heb dit gecontroleerd. Ja, er is ook een foto erbij, maar dat heb ik gecontroleerd dat dit in orde is. Nu ga ik dat afvinken. Dan ga ik de status ook wijzigen van afgerond. Dit wordt doorgestuurd naar de receptie. En de receptie weet, die bungalow is gepoetst, die is ook gecontroleerd. En alle technical fouten zijn opgelost voor deze bungalow. De gasten mag binnen. Dat begon 5 jaar geleden in Pier, bij de VDAB, een opleiding gevolgd. En dan vandaar beginnen te poetsen hier op St. Parks Vossemeren. En dan is Vlinde mogen beginnen en vervangend floor manager. En dan vorig jaar ben ik als floor manager mogen verder werken. En zo okay. Begon het, hè, mijn verhaal. Ja. En je bent floor manager, wat houdt dat in? Oh, dat is, er zijn op park 9 floor managers. En elke floor manager is verantwoordelijk voor 80 bungalows. En we hebben ook 25, 30 poetsvrouwen. En wij zijn verantwoordelijk dat de wisseldagen, dat is de dagen wanneer de gasten vertrekken en aankomen, vlot loopt. Dat de bungalows correct gepoetst worden, dat de correct beddengoed enzovoort in de bungalows komt, dat de poetsvrouwen hun werk te goeie en correct uitvoeren en dat alles vlot verloopt. Dan heb jij een beetje overzicht over alles zonder te bellen continu van hoe zit de status van uw bungalow? Zijn je bijna klaar met je bungalow? De receptie vroeger was dat bellen naar het bureau. Het bureau belt naar mij. Nu kan die gewoon, iedereen kan gewoon op de smartphone kijken. Dan weet hij meteen de status van de bungalow die dag. Als iemand nog gecontroleerd. Zo, de voordeel is veel sneller, veel beter communicatie. Veel eenvoudiger dan stukjes papier. 20 keer bellen. Ik ben niet zeker. Je ziet alles. Alle informatie van die dagstatus zit hier in de smartphone. We kan al de meldingen van die dagen oplossen voor 3 uur voordat de gast arriveert.
Vroeger was dat om 3 uur pas komen de meldingen binnen van de licht is stuk, lakenpakket te weinig. Nu kan dat allemaal voor de gasten aankomen opgelost worden. Dat is natuurlijk veel niet aangenaam voor de gast. Had je ook bepaalde voorkennis voordat je aan de cursus begon? Die heb gevraagd aan mij, hoeveel kan je van computers? Ik zei, ik kan googlen en ik kan iets bestellen van bol.com. Voor de rest kan ik niks. Oké. En nu ben ik heel proficiënt in computers. Nu kan ik er eigenlijk heel goed mee werken. Ik ben verantwoordelijk dus voor de schoonmaak van het hele park. Dat wil zeggen onze 650 bungalows, het hotel met 60 hotelkamers en het hele centrum. Ik gebruik de smartphone vooral dus voor de controle van de cottages, de bungalows en hotelkamers. Zoals jullie al eerder gezien hebben, de floor manager doet controle, maar ik doe nog een extra check. En daarvoor heb ik de DCS-lijst, zoals ze dat noemen. Dat is een kwaliteitscontrolelijst. Ik doe nog een extra check. Is die bungalow klaar? Is die niet klaar? Dus ooit moest ik wel een kwartier, een half uur rondfietsen voordat ik wist of een bungalow in orde was. Nu kijk ik op mijn smartphone. Ik zie, die bungalow staat op controleren. Die is gepoetst, dus die kan ik gaan checken. Als ik nu straks op kantoor kom, heeft mijn assistent deze lijsten al helemaal uitgeprint. Deze poetsdame heeft nu heel goed gepoetst. Ik wil die ook belonen. Of ze iets zeggen, dan schrijf ik er ook bij. Bijvoorbeeld, beste Sonja, proficiat, zeer goed gepoetst. En dat motiveert ook echt bij de medewerkers. Dus